Oké, het vierde doel van de Jezuïeten is Jeruzalem nemen als basis voor de antichrist. En dat moet altijd nog vervuld worden. Ja, we zijn al begonnen. Beste mensen, we gaan beginnen. En daarvoor moeten die moskeeën op de Tempelberg vernietigd worden. En dan moet de derde tempel, de derde Hebreeuwse tempel, opgebouwd worden door de vrijmetselaars. Dat is eigenlijk de oude droom van de tempelridders geweest. Ik zal hem eventjes hier groter doen, dan is hij beter. Ja. Zo. Dit is ook wel belangrijk. Dit is de Jesuit Francisco Ribera. Die was tegen de Bijbel. En heeft een futuristisch beeld gegeven. Pro-pausdom. En het gaat dus in tegen de idee die wij hebben over openbaring. Dat het een toekomstboek is. Van openbaring voor hoofdstuk 4 tot en met het eind toe. Maar dit is een Bijbel gefundeerd futurisme. Anti-pauselijk Rome. En wat je vaak hoort, dat de bedelingen zijn gegrond. Te beginnen met de Jezuïet Francisco Ribera. Dat is een volkomen onzin. Dat is een heel ander futuristisch beeld als wat wij als bijbelgelovigen in het boek Openbaring aangeven. En nogmaals, ik doe het boek Openbaring op ons YouTube-kanaal, SV1637. We zijn nu net bij Openbaring hoofdstuk 19. Dat is heel belangrijk als je iets gaat doen over de Bijbel. We hebben 1 en 2 Thessalonicenzen gedaan op dat YouTube-kanaal, daarna Openbaring. Want Openbaring opent het Oude Testament. Het Oude Testament opent het Nieuwe Testament. Het thema van het Oude Testament is een troon, een koning en een koninkrijk. En dat is precies het thema van Openbaring. Als je Openbaring begrijpt, dat opent het belangrijkste punt van het koninkrijk der hemelen in het Oude Testament. En dan begrijp je het Nieuwe Testament als een tussenperiode tussen de eerste en de wederkomst van Jezus Christus en gemeentetijd. Nou, Jezuïten die hebben een heel groot doel. Die willen de derde tempel herbouwen door de vrijmetselaars. En die droom moet nog gerealiseerd worden. Dan willen we spreken over de Jezuïet Edmund Walsh. Hij was een ridder van Malta en hij was onderdeel van de school van de buitenlandse dienst. Vooral bekend heden ten dagen als Washington. Is Georgetown University, Jezuïtenschool, waar eigenlijk het buitenlandse politiek bepaald wordt. En hij werkte met heel verschillende mensen samen. Spelman was een van die mensen, Truman een van de mensen. En hij zorgde er ook voor dat Roosevelt de USSR, de Sovjet-Unie, erkende in 1933. En ervoor zorgde dat Truman Israël erkende als onafhankelijke staat in 1948. En nogmaals, dit leger onder een generaal heeft tot doel de absolute heerschappij van de paus. Alle dingen in geestelijk, religieus en wereldlijk politiek opzicht. En al deze religieuze en politieke macht te consolideren in de handen van één persoon. Absolute dictator, nogmaals, imitatie van Jezus Christus. Absolute dictator, maar dan een goede dictator in het duizendjarig rijk. En de Jezuïten nemen de pausdom over bij het herstel van de Jezuïtenorde in 1814. Ze waren van 1773 verboden tot 1814. En in 1814 zijn ze officieel toegestaan om weer te beginnen. En dan hebben ze absolute controle. Het Eerste Vaticaans Concilie, 1870, onfeilbaarheid van de paus, beheersen ze voorkomen. Het Tweede Vaticaans Concilie, jaren 60, het Ecumenische Concilie, beheersen ze voorkomen. En het concilie van Trent in 1546, 1563 hebben ze ook voorkomen beheerst. En daar zijn 125 vloeken op iedere protestant, jood en baptist gelegd. En dat verklaart die grote genocides tot op de dag van vandaag van Rome tegen deze drie groepen. Nou, dat is een beeld uit 1902. Het internationale Vaticaanrijk heeft is compleet in zijn handen. Nou, een doel van de paus en het rijk van de Vaticaanstaat
is om alles via vrijmetselaars, moordenaars of jezuïten, wereldse hulpen die onder een uiterlijke eed staan, te controleren. En nogmaals, de toenmalige paus die de jezuïten afschafte, werd direct vermoord door vergiftiging. Johannes Paulus I werd vermoord door pauselijke vrijmetselaars. Waarom? Want hij wilde de jezuïten-generaal uit zijn ambt stoten. Pedro roepen, en als dank werd hij vermoord. Ik hoop, hij was 33 dagen in ambt, toen kreeg Johannes Paulus II de macht. En deze paus werd vermoord in 1773 vanwege de bul Dominus Ac Redemptor Noster. Dat is de bul die ervoor zorgde dat de jezuïten volkomen eens en voor eeuwig werden afgeschaft. Maar ja, in 1814 waren ze weer, dank Napoleons tegenaanvallen, tegen Rome onder andere. Want Napoleon heeft de paus uit Rome meegenomen naar Parijs. Aan de kant geschoven. Nou, hun doel is alle protestante reformatie te stoppen door de tegenreformatie met het concilie van Trent. En heel belangrijk, dat inquisitiebureau te herleven. Heden ten dagen is het door de medische inquisitie onder andere verbonden met de inenting. Ik zeg niet dat iedere inenting verkeerd is, maar ze hebben wel heel grove heerschappij erover om door zo zware metalen en kankercellen en andere cellen te injecteren, ze deze in hun ogen vervloekte Noordwest-Europese bevolking willen decimeren. Nou, dan begint de grote terreur onder andere in Europa, het concilie van Trent. 135 vloeken op iedere niet-echte katholieke gelovige. En de paus, links, met zijn driekroon, jezuïte-generaal en de groot inquisitor die dan samen werken. En Nederland heeft er erg veel onder geleden. Tot 1853 was katholicisme eigenlijk verboden. Nou, dan heb je de doel om alle protestante overheden en bevolkingen af te slachten en de wereld terug te brengen in de Great Reset. Ah, pardon. Het heet de donkere middeleeuwen van de paus. Een klein probleem met mijn taalgebruik. New World Order, hoe je het ook noemt. En nogmaals, 20e eeuw eindigt dan eigenlijk met het einde van de protestante reformatie. Broeder Henk heeft erover gesproken. Nederland rondom 1877 komt het Nieuw Testament van de vergadering, Voorhoeven. Uit in het begin van de 20e eeuw heb je vertaling van Obinckens Brouwer, Leidse vertaling 1912. Het begin van de NBG in Groningen, 1912 ongeveer, dat leidde tot het Nieuwe Testament in 1939. En dan is het einde van de deel van de Delftse gemeentetijd. Het is ook een interessante uitspraak over van een Engelse Anglicaanse geschiedschrijver. Het protestantisme is door Gods hulp de oorzaak van de voorspoed van Engeland, je kunt ook zeggen heel Noordwest-Europa, en alle andere protestante landen. Die Rooms-Katholieke landen, die erkennen de pauselijke suprematie. Overal zijn ze niet zo voorspoedig als de protestante landen. En daarmee verbonden is ook trouwens de vrijheid van protestante landen is veel groter dan in katholieke landen. En vervolgens, protestantisme en nationale welstand gaan hand in hand als Siamese tweelingen. Dat is de ware reden waarom Noordwest-Europa in een EU is, om zo'n transformatie van geld, van spaargelden, en van noorden naar het zuiden te transformeren. Wat ook onder andere verklaart waarom we zo'n kleine rente hebben of negatieve rente hebben. Het is ook heel belangrijk, koning George III. Was een beschermheer van de jezuïeten, want toen zij afgeschaft werden in 1773, zijn ze gevloden naar Engeland, Pruisen en Rusland. Dus protestanten of orthodoxe landen. En die landen zijn helemaal door hen gedomineerd. Dus Engeland is met de Verenigde Staten volkomen gedomineerd door jezuïeten, sinds George III. En hij was de man die ook ervoor wilde zorgen dat Amerika ze niet afscheiden kon als bijbelgelovige kolonie van de Verenigde Staten. En je ziet dat goed dit is het beeld van zijn huwelijk. Je ziet op de achterkant daar het IHS-teken op een schilderij bij het huwelijk van koning George III. Hij werd dus voorkomen geleid indirect door jezuïeten.
En tegen hem moest onder andere ook George Washington strijden met de bevrijding van Amerika. Nou, Stonyhurst is de voormalige residentie van de provinciaal van de Jezuïten. Inspiratie van Tolkien's Lord of the Rings. Vergeet nooit, Tolkien was een Rooms-Katholiek. Zijn thema is de middelaarde idee, de verheerlijking van geweld, van strijd en van alles wat met het duistere verbonden is. En dat is dus zijn inspiratie geweest hier. En dit is een voormalig jezuïet. Murphy O'Connor, het zijn twee Ierse namen ook. Ierse zijn mijns inziens verbonden met de vlucht van de Canaanieten, de Jozua, naar Ierland, zijn Hamieten. En we hebben nu een tweede katholieke Ierse president. Net zoals Kennedy dat had was. Die trouwens werd vermoord door zijn eigen geheime dienst, omdat hij de interesse van een Verenigde Staat als land boven die van Rome stelde, wat trouwens ook gebeurd is met Pim Fortuyn. Hij was ook een katholiek. Hij heeft een katholieke begrafenis gehad en ik denk dat hij vermoord is omdat hij interesse van Nederland boven die van een internationale orde stelde. Nou, ook een interessante toestand, de boerenoorlogen, dus waren de Nederlanders die daar naartoe geïmigreerd zijn tegen de Engelsen. En de eerste concentratiekampen waren van de Engelsen tegen de boeren. De boeren wonnen tegen het professionele leger van de Engelsen. Wie heeft de boerenoorlog moeten leren nog een geschiedenis? Niemand, hè? Is niet interessant? We zijn allemaal Nederlanders. Je leert niets van de boerenoorlog. Ik heb er ook niets van geleerd. Ik heb geschiedenis gehad. Ja, een belletje, maar een klein belletje, denk ik. Want ik heb nooit iets als... Ik had geschiedenis in mijn pakket, VWO, moeten leren van de boerenoorlogen. Dat waren protestante boeren. Die hebben gevochten tegen de Engelse professionele troepen. En die konden niet winnen. Wat hebben ze toen gedaan, Engelsen? Hebben ze concentratiekampen opgericht. De eerste concentratiekampen. En daar de familie, de kinderen en de vrouw van de boeren opgesloten. En zo hebben ze uiteindelijk de boeren op de knieën gekregen. Het ging vooral Oranje Vrijstaat en Transvaal, die uiteindelijk naar Zuid-Afrika kwamen. Dat had onder andere al, geloof ik, ook te doen met die grootste diamantmijnen ter wereld daar. Protestante koningin Elisabeth. Op bezoek bij de paus, want ze is een ridder van Malta. Zoals onze koningin Beatrix ook een ridder van Malta was. En prins Bernhard trouwens ook. Nou, hier heb je koningin Elisabeth met haar meester. Die oude Poolse wijnzuiper. Van de Pauze II. Achter maar. Wat de Poolse grenzen weer niet? Nee, zie je daar staan, Jurgen. Idi Amin. Ook dictator van Oeganda. Ook heeft meer dan 250.000 zwarte Anglicaanse christenen afgeslacht. En is gevlucht naar het Wabi Saudi-Arabië en daar in vrede gestorven in als een rijkdom. Ik heb niet hierop, ook heb je het bij Robert Mugabe. De twee landen die rijk waren in Afrika, waren Zuid-Afrika, door de Nederlandse boeren, en Rhodesia, Zimbabwe, door de Engelsen, en beide protestante landen. De laatste is kapot gemaakt door de katholieke Mugabe, Jezuïeten getraineerd, en de andere door Mandela met zijn communistische ANC en ridder van Malta. Nou, daar heb je hem, linksboven. Mandela. Daar heb je daar koningin Elisabeth. En daar heb je Mugabe. Daar zit hij, rechts. Allemaal, alles ridder van Malta. En de eerste en de laatste Jezuïeten getraind. Nogmaals, vergeet het niet, hè. Ze zijn daar om die vervloekte witte Angelsaksen protestanten bevolking af te slachten. En dat is hetzelfde wat ze voor hebben met Nederland. Of het nou met moslim meer immigratie is, of lockdown, dat maakt niet uit hoe. En Nederland heeft geen kans als ze niet teruggaan naar het boek, naar de levende God. Nou, Bertie, die is nu ook van zijn post, vesting, is ook van zijn post afgehaald door de Jezuïeten-generaal, of de Jezuïeten-paus. Amerikaanse Jezuïeten, dan zeggen ze al dat de Jezuïeten, of de katholieken, controleren de Amerikaanse verkiezingen voor de burgeroorlog. Hier, zegt een jezuïet, laat me jou iets vertellen wat ik weet. Uw president, dat was in 1855, hè? Dat is een paar jaar voor de burgeroorlog. Uw president wordt gekozen door een conclaaf van kardinalen in Rome. Dezelfde die de paus kiezen. Uw volk nomineert de kandidaten. Dat zijn eigenlijk maar twee. Republikein en democraat. Onze agenten selecteren van die groep degene die zij geloven
is het meest interessant om de interesse van de kerk te vertegenwoordigen. En zijn naam met die van andere kandidaten wordt gerapporteerd aan de kardinaal en de paus. En als hun beslissing wordt verkondigd aan de betrouwbare vrienden van de paus en de kardinaal en de Verenigde Staten, worden de orders gestuurd aan de priesters en de hele katholieke stem wordt er ingegooid voor de kandidaat die door de katholieke kerk ondersteund wordt. En die werd altijd gekozen. Zo werd trouwens ook Kennedy gekozen, want hij was de eerste katholieke president. En zijn vader Joe, een bootlegger, die wil dat zijn zoon gekozen wordt. En heeft hij de maffia omgekocht. Die heeft hem ondersteund met een voorwaarde. Als uw zoon president wordt, de eerste katholiek president wordt, dan willen wij de casinos in Havana terug hebben. En dan daarom moest Amerika bij de varkensbaai Cuba terug veroveren. Wat mislukte en dat was een van de redenen waarom de CIA Kennedy heeft omgelegd. Ja, is een ander voorbeeld. Iemand die zich bekeert tot het katholicisme. De koning en de kerk worden uitgewisseld voor de grondwet en het volk. Vrijheid, niet orde, is het woord dat de doden opwekt en de massa in gang zet. En hij zegt inderdaad dat protestante landen de grootste ontwikkeling doormaken sinds de tijd van Luther. Een middenklasse, rijkdom, vrijheid, ontdekkingen, technologie, komt allemaal van de WASP-landen naar voren. Het werd gestolen door China, door Rusland, door alle landen van de wereld. Wat hier in Noordwest-Europa en de Verenigde Staten naar voren gebracht wordt. Nogmaals, onze civilisatie, werd gezegd, was de grootste die de wereld gezien heeft, met uitzondering van de regering onder Salomo in 1000 voor Christus. En het protestantisme zal altijd domineren. Daarom, zegt de Jezuïetenorde, moeten wij bijbelgefundeerd protestante reformatie door elk middel, inclusief moord, kapot maken. En dan maakt niet uit of die persoon een ongelover is, als hij in gevaar is voor de politieke en geestelijke doellijnen van Rome, heeft die persoon een ongelukje gekregen. Nou, Lincoln werd vermoord door de Jezuïten, indirect de Jezuïtpriester Wiget. Hebben ook even belangrijk. Hij weigerde als een bijbelgelovige baptiste christelijke republiek in een jezuïtenrijk te veranderen door het 14e amendement te weigeren te ondertekenen. Dat betekent dat, zoals mijn vrouw is Amerikaanse, die is eerst lid van de Verenigde Staten en daarna van Texas. Daarvoor was je eerst lid van Texas, zoals in Nederland was je lid van een van de republieken en daarna Nederlanden. Maar eerst was je zeg maar Fries of Groninger of Gelderlander of zo. Nou, dat weigerde hij te ondertekenen. Hij zegt van nee, hier moet zijn staat moet recht hebben om zelfstandig te blijven. Wij zijn eerst Nederlander, niet Europeaan. Maar de bedoeling van Rome is, je bent eerst een Europeaan of wereldburger en daarna ben je Nederlander. En dat weigerde Lincoln te ondertekenen. Dat heeft hem zijn leven gekost door Rome. Nou, heel veel van die presidenten van Amerika zijn dan vrijmetselaar geweest. En hij ondertekende dan dat 14e amendement geleid door de Zwarte Paus. Dat was de ware reden van de burgeroorlog. Nou, je hebt daar een Oval Office, heet het dan, in de vrijmetselaar Taft. Hij ziet uit wie een vagina, sorry voor het woord. En er zijn altijd ridder van Columbus, ridder van Malta geweest, die adviseurs zijn geweest van de vrijmetselaars presidenten van Amerika. Ik denk de enige die mogelijkerwijs opnieuw geboren zou kunnen zijn, was Lincoln na de slag bij Gettysburg. Nou, volgens mij is geen van de rest überhaupt opnieuw geboren. Het is ook omgelegd geworden dat Jezuïten niet hun doelstellingen met Amerika konden doorvoeren. Maar er zijn een paar. President Wilson, 1915. En ze hebben altijd een raadsheer naast hun. Hele dag is het een vicepresident vaak of een andere raadsheer. Die de ware macht heeft zoals een zwarte paus heerst over de witte paus. Je hebt Roosevelt en Wilson. Het is allemaal wat te... Ik heb er niet al af in te doen. Roosevelt en Al Smith, heel belangrijk, Al Smith.
Als je wel eens wilt checken hoe dat zit, Al Smith was 4 keer Iers-katholieke gouverneur in New York. En hij was een arme jongen en die is opgekomen tot gouverneur. En kort voor de verkiezingen, dat zag je, dit keer kon niet doorgaan vanwege het coronatoestand. Maar je ziet altijd dat Al Smith dinner gewoon een paar weken voor de verkiezingen. En dan zie je de aartsbisschop van New York, en zit in het midden. En links en rechts van hem zitten dan de kandidaat van de Republikeinen en de Democraten. Heb je dat wel eens gezien? Dat is niet zo bekend misschien. Maar dan geven ze een speech. En het is officieel om geld in te zamelen voor de arme kinderen in New York. Want Al Smith was iemand die daar geld van nagelaten had. Maar het ware bedoeling is, hier is de meester van de Verenigde Staten, de aartsbisschop van New York. En hij heeft zijn 2 kandidaten en beide zijn door hem gecontroleerd. En hij bepaalt uiteindelijk wie er gaat winnen. En dat moet hij dan een speech geven. En moet je maar de speech, dan kun je ze gewoon op YouTube opzoeken. De speech van Biden en de speech van Trump. Nou, als jij denkt dat Trump christen is, moet je die speech maar eens bekijken. Weet je wat Trump daar zegt? Hij zegt daar dat hij alles gedaan heeft om de katholieke kerk te ondersteunen en goed te doen. En toch wordt hij niet gekozen. En waarom niet? Biden heeft een eredoctoraat van 2 Jezuïte-universiteiten. Hij is Ier en hij is een absolute ideale kloon die doet wat zijn meesters zeggen. En ik denk dat dat onder andere van doen heeft met wat in de Verenigde Staten en bij de toekomst gaat gebeuren. Nou, dit is dan een paar andere. De West Wing, dat is de plaats waar veel Jezuïte-katholieken de boel bepalen. En invloed hebben op de president. Vermislaus Westwing, 1938. Spelman, dat was de kardinaal die indirect het zeggenschap had over Roosevelt. Dit is Oval Office Rug, links. Heeft net zoveel van die zonnestralen als het IAS-teken van de Jezuïeten. Hier zie je de Oval Office beter, van boven. Dus het kantoor van de president van Amerika. Council for a Relation, dat is eigenlijk een soort groep die indirect via Georgetown University, je ziet de universiteit, de regering in Amerika controleert en bepaalt. 1900, de paus regeert het kapitool vanuit Georgetown Universiteit. Hier wordt het als een tekening neergezet. Dit is in 1900, deze tekening. Het Rome toen al eigenlijk, dat hebben jullie natuurlijk ook gezegd, in 1900 beheersen wij het Amerikaanse Rijk. Dus de hele Amerikaanse buitenlandse politiek heeft niets van doen met christelijk, het heeft van doen met Rooms interesse voor als geopolitieke organisatie. In de 19e eeuw was het Engeland, in de 20e eeuw is het de Verenigde Staten van Amerika. Nou, hier wordt hier ook de protestante openbare scholen aangevallen. Sinds de jaren 60 vorige eeuw is de King James Bible verboden in openbare scholen, maar ook niet meer gebeden worden in openbare scholen. Nou, hier heb je de heersers. Dit is in 1919, dit is de hiërarchie van de paus in Washington. En nogmaals, Amerika is een van de allerdomste landen ter wereld. Dan weet je waarom ze zo dom zijn. Ze hebben nooit de Jezuïeten uit hun land gehoord. Nederland heeft het gedaan. Alle Europese landen hebben het gedaan, ook alle katholieke landen hebben het gedaan in Europa. Amerika, de Verenigde Staten, heeft dat nooit gedaan. Je kunt het vergelijken met, je hebt een nest met cobra's in je huis. En dan laat je gewoon jarenlang overal in gang gaan. Die zuigen je leeg, die pakken je, die vreten je, die doden je. En Amerika laat het gewoon overal zijn gang gaan. Nou, dit is de beroemde Georgetown University, waar onder andere Clinton vandaan komt. Heel veel mensen, je moet maar eens kijken als je de regering ziet. Heel veel mensen hebben een verbinding met een Jezuïte universiteit, Marquardt, Georgetown, Loyola. En de huidige president heeft 2 eredoctoraten van Jezuïte universiteiten. Kennedy met de paus, die op bezoek was in 1963. Dat is een, ik geloof dezelfde jaar als hij omgebracht werd, door de paus, door zijn katholieke meester. Dit is aartsbisschop van New York City, Spelman. Seksperverse man. Wie de meeste daar in de hiërarchie zijn. Die universiteiten, dat is ook belangrijk te begrijpen, dat zijn burchten. Als een
universiteit van Jezus ergens binnenkomt, dan is de bedoeling om een land materieel en politiek over te nemen. Wat is de bedoeling van een universiteit van Jezuïeten? Het heeft niks van doen met opleiding of wetenschappelijke toestanden. Nou, een paar van de moordenaars van Kennedy, dat we er niet te veel op ingaan. Hij werd bisschop van Dallas, hij wist ook alles ervan de dag voordat Kennedy werd vermoord. Dit was de vader die nog Kennedy voor het laatst gezien heeft. En officieel, dat was toen hij dood verklaard werd bij het ziekenhuis. En dit zijn allemaal, dat is interessant. Als je wel eens wil kijken, je moet maar eens kijken in Amerika, het hoofd van de NSA, FBI, CIA, al die belangrijke agencies, militaire en geheime diensten, allemaal katholiek en meestal Iers. Deze ook. Zo zie je trouwens in Nederland. Je moet maar eens kijken bij het CDA. Van jaren 70 en dergelijke. De meeste mensen die daar verantwoordelijk waren om het samen te brengen, dat waren katholieken. En die protestanten zijn aan de kant geschoven. Alexander Heek. Ken je misschien wel. Het is allemaal. David Ferry. Ook verbonden met de moord op Kennedy. Earl Warren. Hoge vrijmetselaar, dat is de Warren Commission, die moest een heleboel onderzoeken. De vrijmetselaar natuurlijk zei van ja, één man heeft Kennedy vier kogels in zijn lijf geschoten van vier verschillende richtingen. Je hebt dus ridders van Malta en dame van Malta. O'Hare. Nou, dat zijn echte jongens met veel macht. Als je zegt ik wil veel macht in het leven, dan moet je jezuïet worden en dan kun je over mensenlevens en bevolkingen beslissen. Dit is Dulles. Het was de zoon van de ridder van Malta, John Foster Dulles. De onderlegger van de OSS, voorloper van de CIA. Kennedy's moord. Dat is ook wel belangrijk. De Civil Rights Act, heb je dus de burgerrechtenbeweging in de jaren 50, 60... Die heeft ervoor gezorgd dat het hele publieke schoolsysteem kapot gemaakt wordt in de Amerika. Hetzelfde zie je nou met de Black Lives Matter idee. Dat heeft niets van doen met, dat heeft te doen met jezuïeten die proberen onrust te veroorzaken tussen verschillende mensen van verschillende kleuren. Die in principe heel goed met elkaar kunnen samenleven. En het wordt bewust door de media tot een moeilijke toestand opgekaapt. En dat zie je heel goed ook hier in de civil rights idee. Je denkt van gelijke rechten, geen vraag erover. Maar het wordt bewust tot een rassenoorlog opgedweept. Thomas Jefferson. Nou, dat zijn een paar mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn geweest. Jezuïeten, ook de Black Lives Matter idee. Daar zien we er maar zoveel over te doen. Michael Luther King, niet Martin, Michael is zijn naam, hoge vrijmetselaar. Zijn leven is zo smerig dat de FBI nog altijd weigert de files te openen over zijn leven. Hij was, dit is wel heel belangrijk, de orde die heeft het marxistisch communisme gebruikt om de witte middenklasse richting jezuïte fascisme te leiden. Het gaat als volgt. Het marxisme, wat of samen verbonden wordt met de Black Lives Matter, zoals je dat nu hebt, heeft het doel onrust te veroorzaken en daarvoor de zorg dat de witte middenklasse vrijwillig gaat zeggen, wij willen een sterke leider, fascist zeg maar, hebben, en onze vrijheid opgeven voor zekerheid. En dat is eigenlijk wat je ook in Europa meer en meer gaat zien. Mensen zeggen, we willen onze vrijheid opgeven voor zekerheid. En dat willen we dat overgeven aan iemand die boven de grondwet staat. Nogmaals, de hele grondwet van een Verenigde Staat en de Nederlandse grondwet indirect zijn zeer, zeer zwaar beïnvloed door de samenstelling van een lokale bijbelgelovige baptistengemeente. Waar gewoon mannen en vrouwen
in vrijheid zelf kiezen wie moet de voorganger zijn, wie moet de diakenen zijn en dergelijke. En dat principe is eigenlijk sinds 1848 in vele grondwetten in Europa en later in Amerika verankerd worden. En dat moet volkomen vernietigd worden, want Rome kent geen vrije keuze of vrije meningsuiting of vrije religie. Het kent één zaak, de wil van één dictator, dat is de mensen zonde. Nou, anarchie en burgeroorlog hebben tot doel om uiteindelijk vrijheid weg te nemen, met mensen hun vrijheid opgeven voor een sterke dictator. Deze Jesuit Edmund Walsh die zei ook dat hetzelfde idee wat nu gebruikt wordt tegen protestant Europa, Noordwest-Europa en Amerika, werd gebruikt om het orthodoxe Russische Rijk te vernietigen. Hij zegt, als er een hele groep verschillende rassen, religies, interesse is, en we kunnen het gaan via de media gaan ophemelen tot een bloedige revolutie, wat uiteindelijk leidt tot complete economische en sociale disintegratie. Dat is precies wat er nu in Nederland aan de hand is. En nogmaals, 500 jaar herinnering aan de waarheid die opkwam in 1522, betekent voor Jezuïten het verwoesten van alle vruchten van die waarheid, vrijheid, welstand en middenklasse in Noordwest-Europa. Dat is niet zo belangrijk. Oké, dit is even belangrijk. Dit is de verwoesting van het Oost-Orthodoxe christenheid. Moskou werd genoemd de derde Rome, na Constantinopel en Rome. Ze hebben dus het communisme bedacht, die Jezuïten, na de Krimoorlogen en de Russisch-Japanse oorlogen. En ze hebben bedacht, de Joden zijn de meesters van het communisme. Ze hebben gezegd, ja, Stalin en Lenin en Zinoviev en Kamenev en dergelijke, die hebben allemaal Joods bloed. Dus eigenlijk zijn de Joden de verantwoordelijk voor het communisme, zoals Hitler ook de reden om te zeggen, tegen het communisme en levensraam in het oosten, om die vervloekte communisten indirect de Joden af te slagen. Dat was eigenlijk zijn, heel eenvoudig, dat is een leugen. Maar de Bolsjewische revolutie in 1907 werd inderdaad in het openlijk geleid door Joodse communisten. En hebben orthodox Moskou voor Rome veroverd. Dat noemen ze dan de Hofjoden. Dat is een andere term die ik een andere keer zal kunnen uitleggen. Maar het zijn een kleine groep Joden, het zijn de Rothschilds, Rockefellers en dergelijke, die veel geld betaald krijgen om iets te doen tegen hun eigen volk, tegen de interesse van hun eigen volk. En als het eigen volk afgeslacht wordt, mogen zij dan ontvluchten. Thomas More was een verbrander van protestante Bijbels, de schrijver van het boek Utopia. Dat kennen we net met het programma van John de Mol, heet die man. Ja? Weet je wat voor religie die heeft? Drie keer raden, Johnny de Mol? Juist. Een toeval. Vader van het socialistisch communisme, de Rode Mas. En zijn kleinzoon van Henry More, de eerste Jezuïte provinciaal van Engeland. Thomas More schrijft, betreffend Thomas More, Bolsjewisme is geen toeval. Het is niet zonder reden dat de Sovjet-geschiedschrijvers hun verslagen beginnen met het communisme met Thomas More, een katholiek. En de geestelijke paten van het bolsjewisme in de 16e eeuw zijn More, Loyola en Ivan de Verschrikkelijke. Alle tijdgenoten. Nou, dan heb je de Jezuïtenreducties van Paraguay, daar wil ik ook iets over zeggen. Dat is zo ongeveer 150 jaar doorgegaan. En daarin wordt geperfectioneerd het idee van communisme en kartelkapitalisme. Beide komen samen. Hè? Kartelkapitalisme, dat is een oligarchie van een paar rijken. Dat is precies hetzelfde als het communisme. En de doelen zijn ook, ze willen de competitie uit de weg ruimen door bepaalde afspraken te maken. Of dus letterlijk uit de weg te ruimen in het geval van communisme. En het wordt in Europa binnengebracht door een vrijmetselaar-Jood, Karl Marx. En hij is een 30-jarige vrijmetselaar en werd in het Brits Museum onderwezen persoonlijk door Jezuïten. Er is een film over gemaakt, over Jezuïtenreducties. Kan je nog herinneren wat die film was? In de jaren 80. The Mission. Ja. Robert De Niro. En een hele verheerlijking van, moet ik wil maar eens bekijken, plot maar eens bekijken en zo. En dan heb je een man en die komt daar binnen en die Jezuïtenpriest en die beschermt de arme Indiaan. Uiteindelijk wordt hij neergeschoten tegen die brute Spanjaarden, die vredige Indianen die dank de Jezuïten daar in vrede leven, een paradijs op aarde afgeslagen worden. Zo is dat het idee. En
er is een groep in Nederland, dat heet de Blue Tiger, de Blauwe Tijger. Die zit in Groningen. Geleid door een jongen, is bij mij een bijbelstudie. En met name met een katholiek vrouwtje getrouwd. En Blauwe Tijger heet die. En die heeft heel veel goed materiaal over het gevaar van deze lockdowns en dergelijke. Dat is goed. Maar het zijn allemaal katholieken. Die hard katholieken. En Thierry Baudet wil er ook niks mee van doen, maar dat heeft hij goed gezien. En Baudet gaat natuurlijk niet terug naar de Bijbel, dus zijn hele idee van vrijheid, dat zal nooit doorgang vinden als je naar de schrift teruggaat. Maar de jongens van de Blauwe Tijger zijn heel gevaarlijk en die gaan terug naar de idee van de reducties, eigenlijk het paradijs op aarde van de Jezuïeten. Dat is hun idee. Moet je maar goed in de voorlegging. En dat zijn hele gevaarlijke jongens en ik wil het nog even benadrukken. In Duitsland heten ze Compact, geloof ik. In Amerika heten die jongens van Myers Instituut en LouRockwell.com. Allemaal katholieken. Dat zijn liberalen die heel goed materiaal hebben, maar dat zo misbruiken om daarmee te zeggen dat de reducties, het communisme van de Jezuïeten, de ideale vredestaat is die we hier in Europa moeten nastreven. Dus Rome heeft het fascisme en deze liberale katholieken beide in controle. En beide haten de schrift. Nou, Karl Marx schrijft een communistisch manifest in het Brits Museum. Hij wordt onderwezen door de Jezuïten. Sidney Webb onderwijst Lenin in Zürich, die dan met een trein naar St. Petersburg ging om de Jezuïtenrevolutie daar te beginnen. En hij leert ook Jezuïten-natie-doctrine betreffende de Joden. Dat de meeste Joden anarchisten zijn, dat de meeste Joden communisten is onzin. Later zijn het Stalin en Hitler die als vrijmetselaars samenwerken om de normale Joodse bevolking af te slachten. Van die rijke hofjoden, die grote financiers zijn, daarmee wegkomen. Roods in de Rockefeller heden ten dagen. En de bevolking moet boeten. Dit is Stalin, Djugasvili. Getraind op het Orthodox Seminarium door Jezuïten, die daar als Orthodoxe priesters verkleed zijn. Hij wordt naar de Hoelag gestuurd, wordt hij daar verder onderwezen. En zijn vader, Demetrius, is een geheime Jezuïet op het Titus Seminari. Wordt nooit gericht door de Stalinisten in 1943, sterft in vrede. Jezuïet Edmund Walsh die komt in 1922 naar vanuit Amerika naar Rusland. Zorgt ervoor dat de Bolsjewieken heel veel geld krijgen vanuit Amerika en indirect het Vaticaan. En zo kunnen de Bolsjewieken de oorlog winnen tegen het tsaargezinde witte leger. Edmund Walsh zegt over het ketterse orthodoxe Rusland. Hij zegt, ik ben de overtuiging dat de Russische revolutie 1907 de belangrijkste politieke gebeurtenis is in de geschiedenis van de westelijke civilisatie sinds de afname en het verdwijnen van het Romeinse Rijk. Ja, waarom? Want dat heeft heel Oost-Europa uiteindelijk gebracht onder de macht van Rome. En daardoor kan heden ten dagen er een nieuw hersteld Europa opkomen van Oeral tot de Atlantische Oceaan. Dus Jezus de generaal heeft hier, is erin geslaagd om het orthodoxe Moskou, derde Rome, ook voor zich te winnen door de communisten hier in 1453 door de moslims toen de tijd. Dit is een duivel, Jezus generaal Ledochowski. Meester van de Tweede Dertigjarige Oorlog, 1914-1945. Meester van de vrijmetselaars Roosevelt, Churchill, Stalin, Hitler, Mussolini, Franco, Hirohito en Salazar. En zijn twee mannen die hem hielpen waren kruistochtridders en inquisitors Hitler en Stalin. Ik geloof dat Boerder Henk een boek heeft. Dat heet tussen Moskou en Berlijn, geloof ik. En daar zijn hoeveel mensen omgebracht? Tussen Moskou en Berlijn. Sovjetkant 27 miljoen, Duitse kant 16,5 miljoen uiteindelijk. Dus spreek je over 33,5 miljoen mensen. In Rome 55 miljoen. 55 miljoen. Dus dan heb je het over genocide. En Rome denkt in tientallen jaren in een genocide van niet een paar mensen zoals wij, maar in miljoenen. Dan heb je de atoombom, die kwam op Hiroshima en Nagasaki. Waarom? Daar werden de Jezuïten gekruisigd uit het land gewezen toen een Nederlander de shogun en de keizer had gewaarschuwd dat de Jezuïten onder de dekmantel van religie komen om zijn troon en zijn land over te nemen. Daar
Daarom mocht Nederland als enige Westerland 300 jaar lang met Europa, met Japan handel drijven. En de Jezuïeten werden uitgewezen. En als payback, 1945, op deze twee steden, waar toen de tijd de Jezuïeten werden gekruist en uitgewezen, hebben ze een atoombommen laten exploderen. Nou, hier een paar voorbeelden. De Land Lease Act 1941, dat heel veel Amerikaans geld naar Rusland gegaan is om de Sovjet-Unie op te bouwen. En heel veel materieel, vooral in Gorki, van Russische tanks, is door Amerikaan, vooral de communist Ford, gegeven om de nazi's mee te bestrijden. En het idee daarmee was, hoe kun je protestant Duitsers met orthodoxe Russen laten financieren door Amerikaan protestant geld laten vechten en ze met de miljoenen afslachten. Dat was het vervloegde protestante zaad wat naar de Jezuïeten afgeslacht moest worden. Ook belangrijk hier in Hopkins staat daar linksachter en de Harriman rechtsachter, dat zijn beide ridders van Malta. Met eronder drie vrijmetselaars, Marshall, Roosevelt en Admiral King. En de voorwaarde voor Duitsland was onvoorwaardelijke overgave. Tot op de dag van vandaag is er geen vriendschapsverdrag gemaakt. Dus iedere Frankrijk, Engeland, Amerika, Rusland kunnen als ze willen zo Duitsland wederom binnengaan en bezetten. Tot op de dag in 2021. Maar waarom? Payback time voor de reformatie. Zo denken ze. Hier heb je nog, Walter Sisek, een jezuïet die de Gulag opgezet heeft. Toen terugkwam, de Gulag-archipelago is gebruikt door Stalin om tientallen miljoenen Russen, orthodoxe of Rusland-lievende mensen om te brengen. En gemaakt naar de idee van de reducties in Paraguay, waar onder andere deze Walter Sisek verantwoordelijk voor was. En nogmaals, de systematische uitroeiing van de oostelijke orthodoxe christenen. En daarvoor gebruiken ze Stalins communisme en Hitlers nazi-fascisme voor. En het is samengekomen dat ze beide Polen hebben aangevallen, elkaar hebben afgeslacht. En vooral daarna dat Rusland in Operation Keelhaul 2 miljoen orthodoxe Oost-Europeanen 40 jaar onder communistische terreur mocht houden. Bijbel werd verboden, wapens werden verboden en ze moesten een communistisch atheïstisch idee gaan geloven. Nou, hier nog iets over de islam. Dat hebben we reeds al besproken. De herbouw van Salomons tempel is heel belangrijk. En de herbouw ten tweede van het commerciële wereldcentrum, de stad Babylon. Beide moeten nog opgebouwd worden. Er is geen tempel in Jeruzalem, nog geen derde tempel. Op de Tempelberg. Babel moet ook opgebouwd worden. Dat gaat opgebouwd worden in de nabije toekomst. Jezuïeten hebben volledige controle in Saudi-Arabië. Via Mekka en Medina. Hier heb je John Filmi en King Ibn Saud. Hij was adviseur van King Saud. En sinds de jaren 30... via de connecties tussen de Britse, onder andere Shell en Saudi-Arabië, hebben ze een monopolie en worden die Saoedi's door niks te doen geweldig rijk. Olieconcessies worden hier aangeboden. En de bedoeling is uiteindelijk om daar met dat geld een nieuw Babylon op te bouwen, waar Nimrod in 2000 voor Christus begonnen is met een bouw van een toren die tot de hemel moest reiken. Dat willen ze opnieuw gaan opbouwen. Er wordt heel veel over gezegd in Jesaja 13... Jeremia 50, Jeremia 51, dat Babel zal opgebouwd worden. Aan het einde van de verdrukking, Openbaring 18, worden vernietigd en nooit meer opgebouwd worden. Heden ten dagen bestaat Babel nog altijd. Het moet nog opnieuw opgebouwd worden in de nabije toekomst. Maar daarnaast zie je dat er heel veel niet-pauselijke christenen afgeslacht worden. Albanische moslims brengen orthodoxe Serven om. Steden het Servische Kosovo. Soedanese moslims in het noorden vallen het Darfur zuiden aan van de zwarte christenen in Soedan. Arabische Palestijnse moslims vermoorden religieuze joden in Israël en dergelijke. Allemaal met ondersteuning van de pro-Rooms-Katholieke pers.
En wat je nog hebt is nog niet vervuld in Noordwest-Europa, weet ik het niet. Zeker in de Verenigde Staten. De vuilnis van de staat in 850, FEMA, F-E-M-A, concentratiekampen opsluiten. Zoals Hitler dat deed tussen 33 en 45. En men denkt ook dat Amerika uiteindelijk als laatste land in Daniel hoofdstuk 7 op zou gaan in een wereldregering. Die dan het beest is met ijzeren tanden en ijzeren voeten. En hier is een voorbeeld van de netwerken van de vijanden van de Verenigde Staten. Nou, de islam is nogmaals het hart van de internationale petroleummonopolie. En Dubai is de stad die, misschien ben je er wel eens geweest, in een paar tiental jaren uit de grond is gestampt als een pilotenproject voor het opnieuw gebouwde Babylon als commercieel handelscentrum der wereld, wat dan de positie van New York zou overnemen. IS-teken, het is altijd goed als je mijn katholieke kerk komt, moet je altijd naar boven kijken. Het hoogste plaats, als jezuïeten daar de leiding hebben, hebben ze een IS-teken geplaatst. 9-11, dat was het idee om de Patriottenwetten 1 en 2 door te voeren, die een president vrijheid geeft om iedere Amerikaan in een gevangeniskamp te steppen, voor 3 maanden lang en dan telkens weer te verlengen, zonder dat er een arrestatiebevel uitgegaan is. De paus, toenertijd paus met zijn hoofd van de ridders van Malta. De witte met de zwarte paus. Voormalig wit, voormalig zwarte paus. Heden ten dagen zijn er 2 Zuid-Amerikanen. Nou, de enige alternatief, hoe je deze satanische macht kan weerstaan, is terug te gaan tot de schrift. En de Statenbijbel, of de Engelse King James, wordt zo genoemd door de Jezuïten. Ze noemen het de slang die als haar hoofd rechtop staat en met ogen van vlammend vuur ons bedreigt met zijn gif. Terwijl hij op de grond doortrekt en hij zal in een staf worden veranderd als we het spoedig proberen te pakken. Dat is eigenlijk hoe zij de Bijbel zien. Dus een occultist, een satanist, haat de Reformatiebijbel. En enig van u zijn op straat als straatpredikanten actief. En je weet dat je die Statenbijbel openhoudt en dat duidelijk preekt. En er komen bezeten mensen op je af. Die stoppen alsof er een onzichtbare wand tussen hen en jou is. En dat is de macht van dat boek. En op het moment dat Nederland nu weggaat, broeder Arne heeft erover gesproken, in 2 Timotheüs 4, de waarheid met voeten treden. En het moet ook zo gebeuren als afval. In de tijd van Laodicea heeft broeder Henk over gesproken. Dan heb je eigenlijk alleen nog maar als overblijfsel van Philadelphia dat boek wat je hoog moet houden in het openbaar dient te preken. Maar zolang wij in het openbaar kunnen preken, houdt het een politiestaat van ons weg. Als de Bijbel wordt verboden, de Statenbijbel wordt verboden, straatpreking wordt verboden en ook huissamenkomsten worden verboden, zoals het laatste nu in onder Poetins USSR is, dan is het einde van de vrijheid in het land. En die vrijheid hebben we nog altijd. En straatprekers en bijbelgelovigen. Neem Lot bijvoorbeeld. Lot, Sodom kon niet verwoest worden totdat Lot uit die stad weggeleid werd. En dat is dingen wat we nog kunnen doen. Vasthouden wat we hebben, wat niemand onze kroon neemt. En bidden en ook vasten voor de overheid. En vooral dat de Heer Jezus Christus spoedig mogen komen om ons naar huis te halen. Hier is een voormalig Ierse priester die zegt dan: de dag waarin de priesters en katholieke gelovigen ze zal geven aan het lezen van de Reformatiebijbel, dat zal de dag zijn dat de laatste is voor de Rooms-Katholieke Kerk, voor de priesters, voor de leiding, de hiërarchie en voor de pausdom zelf. Dat boek is het allerbelangrijkste wat wij hebben. En dat is ook de reden waarom ik kan bemoedigen: neem de tijd om de Bijbel te studeren, neem de tijd om op straat de Bijbel te verkondigen. Doe ergens een bijbelcursus, lees de Bijbel door, ieder jaar minimaal 1 maal, want dat is de basis van Gods zegen over een familie, over een gemeente, over een land. Aan Gods zegen is alles gelegen.
En alle politieke partijen, met uitzondering misschien van de SGP nou in Nederland, die gaan niet terug tot dat boek. En dat betekent dat het eigenlijk water naar de zee dragen is. Hier is een protestante predikant als afsluiting voor de paus van Rome. Nou, die paus die is behoorlijk verschrikt. En die protestant die preekt daar uit een open boek. Het woord van God is krachtig en scherp. En nogmaals, dat boek is gegeven om ons leven te veranderen. En mocht u nog niet gered zijn, als heeft God u lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, wordt ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. En als u nog niet in hem gelooft, wil ik u graag uitnodigen om vandaag nog tot hem te komen. En de Heer Jezus zegt, wie tot mij komt, zal ik nooit en te nimmer uitstoten. Laten we nog bidden. Vader, wil u danken voor uw woord. Wil u danken wat u ons heeft getoond over de vijand. We hoeven ons daar niet vooral mee te bemoeien, maar het is goed om iets te weten van de vijand. En overal, bovenal, moet heden ten dagen, de laatste dagen, de vrijheid en de middenstand en de financiële zekerheid van veel Nederlanders weggetrokken wordt. Misschien is het ook goed, misschien heeft Nederland het nodig om niet op de regering of op elkaar, maar op de levende God te vertrouwen, om naar u toe te gaan. Vader, wilt u dat ook gaan gebruiken tot uw eer, dat we door u genadig in de laatste dagen nog een aantal mensen tot de Heer Jezus Christus mogen leiden, dat er meer mannen geroepen worden om als arbeiders in uw oogst uit te gaan, als straatpredikanten, als evangelisten, als herders, als leraars, als voorgangers, om nog bijbelgelovende gemeenten te beginnen, om uw schapen te voeden met het woord van de levende God. Helpt ons om trouw te zijn, ook in de laatste dagen. En wilt u ieder hier uw zegen geven en bovenal helpen om trouw te zijn aan uw woord. Dat vragen we u alles in Jezus Christus naam. Amen. Oké, ik dank u voor de aandacht en wens u God zegen. Amen. Ja, kom hier in Jezus. Dat ging best goed.